Je eigen ouders, die ken je meestal wel. Net zoals je opa en oma. En misschien weet je ook nog wel wie hun ouders waren. Maar verder gaat het meestal niet. Tenzij jij of iemand anders in je familie een keer de moeite heeft genomen om de hele stamboom uit te pluizen. Maar als dat nog niet het geval is en je wilt het toch weten, dan zul je zelf de archieven in moeten duiken. Maar waar begin je dan? Het belangrijkste is dat je thuis begint met het verzamelen van allerlei spulletjes. En dat kan van alles zijn. Een oude foto, misschien een oude brief, een boek. Alles waar je eigenlijk gegevens uit kunt halen over je familie. En dan hebben we het over namen, over data, over plaatsen, zodat je een begin kunt maken. Want je kunt wel op zoek gaan in een bibliotheek of in een archief. Maar de eerste vraag die ze daar zullen stellen is, wat weet je eigenlijk al? En dan is het zaak om daar zoveel mogelijk informatie bij te zoeken. Daar zijn bij het archief verschillende bronnen voor. Ik heb hier de stukken die hebben ze uit deze dozen gehaald. Die heb ik uit de kast. Ik was op zoek naar een register van huwelijken uit Tilburg in 1890 over mijn overgrootvader. En die heb ik dus gevonden en daar heb ik kopieën van gekregen. En dat vind ik gewoon heel leuk om te bewaren. En of je nu wilt weten wie je voorouders waren of waar je achternaam vandaan komt, er kunnen verschillende redenen zijn om je familiegeschiedenis te willen achterhalen. Soms is het echt pure interesse. Waar kom ik vandaan? Waar is mijn familie ooit begonnen? Soms zijn er ook mensen die echt hele serieuze vragen hebben, waar ze misschien al generaties geen antwoord op hebben. Waardoor het ook nog wel eens een keer een emotionele zoektocht wordt. En ik merk zelf wel steeds vaker dat mensen toch met vragen rondlopen waar ze heel graag door middel van familiegeschiedenis of door historisch onderzoek een antwoord op vinden. En zeker als je op zoek bent naar specifieke personen of gebeurtenissen, dan is het vaak een onderzoek waar een lange adem voor nodig is. Ik heb 20 jaar lang gezocht naar nabestaanden omdat ik de brief aan hen wilde overhandigen. De echte brief geschreven door een opa die hij 3 dagen voordat hij sneuvelde geschreven had voor mijn ouders. Het was een dankbriefje aan mijn ouders. En dat heb ik toen, dat wilde ik gewoon persoonlijk aan haar overhandigen. En zij wilden het ontzettend graag, de brief van haar opa, komen halen in Nederland. En zij is uiteindelijk ook 4 dagen bij ons in huis geweest. We hebben daar de bevrijdingsfeesten mee gedaan. En we zijn uiteindelijk ook samen naar het graf van haar opa gegaan. Het kost dus wat moeite, maar dan heb je uiteindelijk ook wat. Ja, ik vind dat heel erg fijn als je dan toch te horen krijgt dat mensen heel tevreden zijn, een goed gevoel overhouden aan datgene wat je ze gegeven hebt. En zoals ik zei, het is soms niet leuk. Soms zijn het gewoon hele vervelende dingen die je mensen moet vertellen. Maar als ze daarmee zichzelf kunnen helpen en dingen kunnen afsluiten, dan geeft mij dat echt gewoon heel veel voldoening.